Helaas gebeurt het soms. Je hebt een factuur naar je klant gestuurd en deze betaalt maar niet. En heel veel herinneringen later weet je dat deze klant de factuur ook nooit gaat betalen. Wanneer een klant na één jaar een factuur of deel van een factuur nog niet betaald heeft en het niet aannemelijk is dat hij deze nog gaat betalen, dan markeer je de factuur in Jort als oninbaar. In deze video leg ik je uit hoe je dat doet en wat er dan in je boekhouding gebeurt. Je markeert de factuur als oninbaar door links in het hoofdmenu te klikken op Facturen en Offertes. Kies dan Facturen en klik op de factuur die oninbaar is. Klik bij de mogelijke koppelingen op Betaald met en klik op Oninbare facturen. Markeer je een factuur als oninbaar, dan gebeuren er twee dingen in je boekhouding: Jort maakt een correctie voor de BTW in de huidige periode en corrigeert je omzet. En omdat de oninbare factuur meestal van een oud jaar is dat al afgesloten is, corrigeert Jort de omzet in het huidige jaar. Op de winst- en verliesrekening wordt de post oninbare facturen toegevoegd. En ook in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wordt dit direct aangepast. Zo is alles weer goed verwerkt. En dat noemen wij boekhouden met een glimlach.